Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor, waarbij bijna alles tot en met 19 januari dichtgaat. De regering wil onder andere scholen, niet-essentiële winkels en culturele instellingen de komende maand sluiten. De maatregelen gaan om middernacht al in om een run op winkels dinsdag te voorkomen. Scholen, zowel basis- als middelbare scholen, gaan vanaf woensdag dicht. Dan krijgen de leerlingen dus online les. Het kabinet gaat over tot deze drastische maatregelen omdat het aantal besmettingen hard is opgelopen en de druk op de zorg te groot wordt. Vanavond om 7 uur zal premier Mark Rutte de nieuwe maatregelen in een tv-toespraak toelichten. De nieuwe dienstregeling voor 2021 van de NS is ingegaan. Volgens het vervoersbedrijf is het voor 99% van de reizigers een herkenbare dienstregeling. Er kunnen wel echter kleine aanpassingen zijn in de vertrek- en aankomsttijden. Ook rijdt een klein deel van de treinen vanwege de coronacrisis niet. Dit blijft ook zo bij de start van de nieuwe dienstregeling. Naast de nieuwe dienstregeling breidt de NS ook de reisassistentie voor reizigers met een beperking uit met 25 stations. In de toekomst wil de NS dat op alle stations aanbieden.